challenge gekregen van paardzoekbaas. Wat gaan we doen, Tess? We gaan blind paard rijden. Hebben we er zin in? Kim? Ik wist niet eens wat voor challenge het was. Ja, nee, ja. Nou ja. Fadi komt ons ook even helpen, want ik kan natuurlijk niet en logeren en Verona tegelijk doen. Dus om er vol te houden enzovoort. Dus Fa komt even helpen en misschien wil Fa ook wel meedoen. Ja hoor. Nou, Bels en Zand, dus ga gewoon beginnen. Wie begint er? Ik! Tess begint. Oké. Ik heb voor de dames die echt kunnen rijden, hebben we een maskertje of we het echt gaan gebruiken, dat weet ik nog niet. Maar we hebben in ieder geval, dan kan je kijken zo. Tessa is nog gemaskeriseerd, zo. Dus kan je vertellen, ik zie hieronder nog wel een beetje de bak, maar voor de rest zie ik niet veel. Maar noem ik dus, oh. Doe je? Zie je de ogen. Oh. Ja. Zo, ja? Hieronder kan ik nog een beetje de bak zien, maar ik zie dus niet zo heel veel. Zo zie ik wel weer veel, dus we moeten even kijken hoe we dat het beste aan kunnen pakken. En of we dit echt gaan gebruiken, weet ik niet. Bij Tessa sowieso niet, want Tessa die kan nog niet heel fantastisch goed rijden. En ik wil er heel erg benadrukken, wij gaan het aan de logeerlijn doen zonder handen. Want de rest ging springen en dressuur enzovoort, dus dat hebben we gehad. Dus wij doen het aan de logeerlijn, gaan we oefeningen doen zonder handen. Ze wordt aan nu trick aangevallen door een pony. Aan het eind van deze video gaan wij natuurlijk iemand anders uitdagen. Dus dat zie je helemaal aan het eind. Voor de veiligheid, Tess heeft de bodyprotector aan. Die krijgt sowieso geen masker op. En wij gaan even kijken wat we doen. Of dat echt slim is of eigenlijk toch liever niet. We gaan in ieder geval nu met Tess beginnen. Kijk, ik doe even een koppelstukje doe ik aan haar bit. Zodat ze wel zometeen dezelfde rondjes loopt. En dan mag jij even een knoop in je teugel gaan doen, Tess. En Tess die moet dan wel eerlijk spelen en gewoon haar ogen dicht doen. Oké. Okay. Dan gaat deze hier aan. Je zit in de knoop met je knoop? Ja. Oké. Okay. En dan mag je zelf een volte gaan stappen. Het enige wat ik doe is... Mag me ook? Nee, ja, mag wel, maar misschien kun je eerst gaan stappen. Ja. Even met je benen sturen. Dat is gelijk een goede oefening, Tess. Oh, stap. Braaf. Goed zo. Mag je nu even je ogen dicht doen? Staan helemaal stijf dicht. Oh, wel. En met je benen probeer je nog steeds een rondje te sturen. Misschien kan je ook je handen loslaten. Dan mag je nu een beetje gimmen. Doe maar met je ogen dicht, handen opzij. En met je ogen dicht, handen naar voren. En met je ogen dicht, handen naar achter. En verzin eens wat, Tess. Jij kent ze allemaal. De vlinder. De vlinder. De Macarena. De Macarena. Nee, maar die vind ik niet. Oh, die is niet leuk. Vogel. Wel hoor, blijf. Oh, sorry. Hey, je moet niet sturen, doe je met je benen, Tess. Ja, ik wist niet. Ga eens door, Bel. Oké. Ja. Ze gaat nu vechten, geloof ik. Met haar ogen dicht. Oké. Okay. En dan mag je nu aandragen. Nee, nee, ja. Nee, nee. Ik zeg echt. En even op het goede been gaan licht rijden. Nee, en stoppen met jubelen. Nee, je moet niet allemaal dingen gaan pakken. Als je het eng vindt, doe je even je ogen open. Ga eerst even je ogen open draven. Oké. Dit is al even genoeg. Heb je nu je ogen open of dicht? Oké, dicht. Oké, ze doet alle oefeningen nu ook in draf. Oh, zo. Heel goed. Prachtig. Ja, met de ogen dicht, hè? En nou probeer je even in galop. Ja, maar ik wil het wel staan. Ja, is goed. Doe maar. Keur. Keur. En probeer nu ook maar met je ogen dicht. Oh, sorry. Als het eind. We zijn eruit. Het is wel leuk ook. Ik kijk naar mijn benen. Het is zo benig. Dus. Brave pony. Tess, hoe was het? Heel leuk. Ja, heb je naar je zin gehad? Ja. Was het grappig? Ja. Ja. Tess moet nog even één ding laten zien. Tada! Doe maar weer vast. Oké. Okay. Kijk dat? Bravo, pony. Nou, Bel is geslaagd voor deze eerste ogen dicht test. En dan kan je nu even verder gaan rijden. Ja, nu Kim. Kijk, misschien
af te doen. Dan zie je al een stuk minder. Stap 1. Kim gaat zonder bril rijden. Kan die in de tas? Durf je dit aan? Of ik denk, ik hou mijn ogen wel dicht. Ik ga het gewoon proberen. Ze gaan het proberen, jongens. Applaus voor Kim. Kan die over mijn cap heen? Ja, wel ja, joh. Let op, ik wil hier heel duidelijk bij zeggen, ga dit niet doen zonder dat je goed kan rijden. Iemand erbij hebt die je pony vasthoudt, zoals Kim zit gewoon aan een longeerlijn. Als het afdondert is dat lastig, maar dat komt wel goed. En de controle ligt al veel meer bij mij dan bij haar. Dus ga dit echt niet doen in een ongecontroleerde omgeving of gewoon zomaar, want dat is gewoon echt niet slim. Mag je je teugels nog in de knoop doen? Kun je dat met je ogen dicht? Kan ik wel. Knappe kin. Ik ga eerst maar een beetje stappen. En dus probeer een beetje te volhouden zodat we mijn buik misschien een steentje krijgt. Kom maar. Ja. Ja, ik ga maar stappen. Nee, ja, ik snap je, maar ik ga toch maar stappen daar. Nee. Ze gaat er wel heel boos voor kijken. Ga ze doen maar, kom. Waardoor, nee. Ze denkt niet veel druk. Nee! Ah! Stop! Stop! Nee, dat is er al. Goed zo. Braaf, braaf, hé, ja. Goed gedaan, pony. Ja. Stop. Ja. Ja, prima wel. Oké, we gaan even draven. Nee, ik ga maar helemaal niks. Kom maar. Ja, dat weet ik, maar ze wil naar mij toe. Als je straks de video ziet, dan zie je hoe gemeen ze kijkt naar me. Kom maar door, klaar. Goed zo, braaf. Braaf voor je. Kim maakt het gelijk extra moeilijk, dus sluit gewoon door. Ah, ah, ah. Ja, je mag ook vliegen zo doen, maar oefeningen. Ik wil graag dat jij je midden eraf. Nee, dat je even gaat draaien. Dus dat je steeds je bovenarmen naar voren. Juist, nou. Ja. Ik word als van de hoofd. Je hebt geen kort als van de hoofd nodig. Heel goed, Kim. Gaan we vliegen, sta maar op. Heel goed, Kim. Braaf, Kim. Braaf, Kim. Ja. Oké. Ik ga het nog moeilijker maken. Nu ben ik er maar uit. Doe maar. Braaf door in je. Braaf. Nou, en dan nu ook oefeningen, Kim. Ga maar weer met jou. En niet je bovenlijf. Juist. Yes. Heel goed. Eigenlijk doet Kim het heel makkelijk. Nou, en dan vanop maar ook, denk ik. Hallo. Ga dat. Dat is zo braaf. En ze blijft ook gewoon een keurig filmpje. En lukt dat ook zonder beugels, denk je? Kun je dan ook nog draaien met je bovenlijf? Jongens, Kim is geslaagd. Nou, Kim. Vertel, wat vond je ervan? Licht. Ja, dit doe je vaker? Ga je vaker doen? Het is wel grappig. Het is wel grappig, ja. Helemaal leuk. Nieuwe oefening voor Kim. Nou, wel leuk deze opdracht. Alleen, ik ben gewoon kapot van de rondjes lopen en rennen. Ik ben duizelig ook, ik zie alles dubbel. Nou, nu is het Rebecca's beurt. Ja, ik vind het nu al eng. Moet gewoon je ogen dicht doen, dan zie je niks. Ja, ik heb ogen wel dicht, maar het is wel een soort gevoel van wat je ogen dicht doen, dan merk je er niks van. Nee. Ja, maar er zit een longeerlijn tegen mijn voeten aan, heb je serieus? Nee, niet zo aanstellen. Oké, even kijken hoe mijn broek dicht is. Dat is... Nee, ik ga het niet doen. Ik vind het wel spannend genoeg, ja. Oké. Okay. Ja, ik denk alleen dat het heel eng is als iets gebeurt.
gebeurt niks. Nee, ik kan het terugzien als dat gebeurt altijd. Ja, dan lig ik ernaast. Ja, leuk hoor. Oké. En nu? Nou, gaan we draven. Kom op, mam. Dat kan je. Goed zo, mam. Gewoon ontspannen. Nee. Nu doorzetten. Spijt me, echt. Je doet het goed, mam. Nu vliegen. Dat is nog één, kan ik je vertellen. Superman. Angst is maar een emotie, mam. Angst is maar een emotie, mam. Jeel, zie dat er gaaf uit. Jeetje. Oké. Nee. Ja. Dat komt fijn, hè? Nee. Doe het omdat het een opdracht is. Als dan ben je klaar. Nee, hallo. Goed zo, mam. Oh, mam. Zo, dat is inderdaad licht. Mam. Goed gedaan, mam. Carlijn en Sanne, bedankt voor de uitdaging. Nog, ik ben doodeng. Het is heel spannend. Je ziet niks, dat klinkt heel logisch. Ja. Maar dat is niet zo heel logisch. Op paardrijden doe je best wel veel op je ogen blijkbaar. Dus het eigenlijk gaat doodeng. Braaf paard hoor. Dus Het is okay. En op wie ga jij? Nomineer alvast. Vader doet ook even mee. Nou, Fa is gekozen om op Verona te gaan. Dat zou ik ook voor kiezen. Waar sta je? Hey. Ik sta hier naast je. Maar, dus we gaan het nog een keer doen met het vrouwtje. Ik zit hier. Ik ben hier. Hallo. Ja. Dus, ik vind het knap, want normaal gesproken heeft ze natuurlijk haar eigen pony stip. Dat is dan toch anders dat je ineens op een wildvreemd paard zit. Nou, wildvreemd, ze heeft wel vaak op Verona gezeten, maar toch. Dus, Fa, kudos voor jou. Het is toch minder eng op de grond dan in de drop, moet ik zeggen. Ga maar dragen. Ga maar dragen. Ja, goed, je bent wel goede weken, dat is wel knap. Ja, ik voel me. Dat kan ik straks terug. Nee, niet. Dan kan ik zo meteen terugzien. Ja, nu moet je vliegen. Zo. Superman! Boxen! Linder! Waar is het? Schat, Linder! Rap. Doei, Linder! Linder! Ja, doe maar kolibri.
Die gaat heel snel. Braaf dan, goed zeg. Heel goed. Keurig. Ja, en dan mag jij even met één handje teen aanraken. Oh nee. Ja. Ja, goed zo. Braaf dan. Braaf. Goed zo. Durf je galop? Ja, pas wel. Ja. Rood galop, kort vrouw. Ga door. Kom, galop. Kijk, dat is zo gemeen. Kijk, is gemeen. Van de al fly away. Knapper vaak. Niet vallen. Nee, niet vallen. Dat is niet fijn. Dat kan ik niet zeggen. Doe maar even als je nog boven blijft draaien als je duurt. Zo? Ja. Keurig. Nou, ik vind het heel knap, pa. Oeh, je gaat terug naar draf. Oeh, draf. Nou, weer maar je beugels aan te doen. Ja, het was heel knap, pa. Kan je ook een goed vrienden doen? Behalve dat. Ja. Draf, pa. Heel goed, pa. Perfect. Nou, Fabien, wat vond je ervan? Spannend, hè? Heel raar. Ja. Maar hoe vond je het? Wel leuk. Wel leuk. Ik vond het wel leuk. Ah. Ik denk dat het meer besteed is aan de kinderen dan aan mij, want ik vond het niet zo leuk. Nog een keertje. Maar we hebben hier zelfs mensen die een tweede ronde willen. Ja. Dus ik zeg Vijs gewonnen, want die heeft op een vreemd paard, zonder beugels en zonder teugels, gewoon gedraafd. Dus, dat weet ik, maar het is je eigen pony. Mag ik ook nog galopperen? Galopperen zonder beugels? Ja. Zeker weten? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, pa, hou je goed vast, ga je. Galop, kom maar. Galop, kom maar. Galop, galop. Braaf, hutsa. Braaf, galop. Hutsa. Ga maar door. Heel knap. Hutsa, braaf. Braaf, hutsa. Ga maar door. Nou, nu kunnen we echt zeggen vaak gewonnen, jongens. Echt waar. Het wordt wel spierpijn. Ja, ik denk ook wel dat je spierpijn krijgt. Wij nomineren Feline! Succes, Feline! Geef vooral een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren. Tot de volgende keer maar weer.